je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. En van harte goeiedag, welkom. Dit is DTV Live vanuit Rumas. En vandaag is een heugelijke dag voor de organisatie. Ze hebben gereedschappen gehad van Petronas. En vandaag zullen wij dus dan uitgebreid met deze mensen praten over deze gesten. We kijken even naar de directeur van Petronas. Met hem zullen wij dus dan eerst dit gesprek voeren. Welkom. How are you? I'm good, thank you. We are live now at DTV. Okay. Today is a special day. Yes. You have donated a lot of tools to Rumas. Why Rumas? Okay, as a company that operates in Suriname, we have three focus areas, which is number one, education. Number two is the environment. And number three is healthcare. So these are the areas that we always consider to focus on when we provided our corporate social responsibility. And out of the blocks that we operate here, we have an annual allocation for these sectors. And Rumas, we felt the need for Rumas because it developed the youth of Suriname. The youth of any country is actually the future of the country. So I think it aligns well with the intention of Petronas Suriname. Yeah. Okay. Yeah. What tools did you provide? Maybe you can tell us a little bit about the tools. Okay, most of the tools are actually for metalwork and also woodwork. And this is considered vocational. And what from what I understand, Rumas will provide 4 core programs for them to train the youth in this area. So these are the tools that they need for those areas that they want to develop. Yeah. Okay. Is there anything in store for the collaboration with Rumas? What we are trying to do is that we want things to be continuous. Of course, education or TVET is the main sectors. So we will see if there's any future projects that Rumas is proposing to us, we will consider. At the same time, Petronas is also contributing to other education sectors, and we will have to rank them accordingly in terms of the needs and the importance of every project every year. So we do it every year. Okay. Yeah, yeah. Thank you for this. Thank you. Yeah. En mooi, en dat hebben we gedaan dus dan met de directeur van Rumas. Hij heeft zo'n beetje verteld over wat er allemaal hier gebeurt en de spullen die de heren hebben gehad. Mevrouw Rumas. Ik zeg altijd mevrouw Rumas, mevrouw Hart. Hoe gaat het met u? Mike en Bras. Hallo, ik moet iets leren. Je kan mijn zoon zijn hoor, dus ik moet zoon. Ja. Doe onder. Dat is een mama Bras hoor. Ja. Goed zo. Nee, maar even over dit heugelijke dag, moet ik zeggen. Rumas heeft dus dan wat spullen gehad van Petronas. Maar ik dacht, wat spullen. Heel wat spullen. Heel wat spullen. Ja. Vertel, hoe is het gegaan, de samenwerking? We hebben eigenlijk kenden we Petronas niet. We kenden Staatsolie. En Staatsolie heeft al projecten van Rumas gefinancierd. En wij hebben een verzoek gedaan aan Staatsolie. En we begrepen niks toen we de naam hoorden van Petronas een tijdje terug. Van Petronas wil een deel van het geld aan jullie geven. Wij dachten we gaan geld krijgen, maar het bleek dat ze zelf het materiaal, de gereedschappen voor je kopen. En wij moeten eerlijk zijn, dit is symbolisch, een deel. Het andere deel komt, het is er, het komt.
Maar dit is symbolisch alles wat Rumas nodig heeft om een leerwerktraject op te zetten. En wij zijn al begonnen met een leerwerktraject. We hebben jongens opgeleid. We hadden in het verleden via CARIU, dat is het programma van die Amerikanen, hadden we al lessen gedaan, bouw, elektra, gewassen, horeca. En wij wisten dat dat een product was, je kan ermee werken. Ja. Dus we hebben gezegd, we gaan het groot doen. En we hebben een verzoek gedaan aan Staatsolie en zij hebben Petronas bereid gevonden om een deel van het... Groot deel? Nee, dit is een deel van het groter deel. Die Amerika Laimony, dus dit is dan moet je zeggen wat je deel. Ja. Want het belooft dat ze groter willen gaan met Rumas. Ja. Maar zijn de jongens zo'n beetje geïnstrueerd? Weten ze te werken met die zaken? Nog niet, toch? Of sommige jongens, we gaan naar de televisie. Als de jongens het nu horen, ik de hoorde gereed, want in oktober starten we met een groep van 20 nieuwe jongens. Okay. Maar die andere jongens hebben we al gehad. Die zijn in bedrijven geplaatst en we gaan ze meer weghalen. Want ze worden goed betaald door die bedrijven, dus we gaan met nieuwe jongens starten in oktober. Als een moeder hoort en je hebt een zoon tussen 18 en 25 jaar, minimaal een vijfde klas, dan zou het mooi zijn als de moeders nu al hun zonen warm maken om dit te gaan doen voor Suriname. Ja. Hoeveel heeft dit alles gekost, weet u ongeveer? Ik wil het bijna niet zeggen. Waarom niet? Het is heel veel. Het is op papier is het heel veel US dollar, heel veel. Dit is een deel, zeg ik je. Het andere deel moet nog komen, we hebben het. Okay. Maar het is meer dan 50.000 US dollar. Dat ja. is een enorme gift. Ja, het is een enorme. We moeten nog, dat zei ik je toch, dit is wat we nu hebben, maar het groter is ergens anders. Ja, ja. ja. En ze zijn in goede handen, neem ik aan. 100% zijn ze in goede handen. Ze gaan gebruikt worden. Op dit moment weet men het misschien niet. We doen huizen voor sociaal zwakkeren. We hebben al 5 gedaan. Maar we maken huizen. We maken geen huizen. Renoveren. Renoveren. Ja. Maar ze zeggen, je moet zeggen, je maakt ze leefbaar. Ja. Want dakpori, vensterfadong, schutting dat de. En dat hebben we al met 4 huizen gedaan. We hebben nu op dit moment een project. Van een oud vrouwtje, ze had niet te veel geld, maar Rumas namen is. We hebben de helft van het dak gedaan. Maar we hebben de president, we waren vorige week bij de president. Okay. En we hebben hem gezegd, president Jere, Onaba Monif train den boy. Want die jongens van tegenwoordig, als je ze wil trainen, moet je ze busgeld geven. En de president heeft beloofd dat we in oktober mogen beginnen met een groep van 20. Mm-hmm. En met deze jongens, is het leerwerktraject. Heeft hij beloofd om 2 huizen te renoveren. Okay. We hebben er 3 van gemaakt, want 2 van ze zijn half en 1 is heel. Dus dit materiaal wordt alvast gebruikt om het leefbaar maken van 3 woningen tussen oktober en december. En de president zegt, januari kijken we verder. Ja, maar mooi hè, dat Rumas veel meer doet dan wij gewend zijn van Rumas. Ik bedoel, jullie waren bezig met drop-outs, maar nu zie ik dat jullie op alle vlakken bezig zijn. Het is vereist. COVID heeft gemaakt dat Rumas flexibeler is geworden. En Rumas directeur komt uit een baas hart, mijn vader. En mijn vader zei één ding, mijn lobbyisme zei, wat kan je doen? Dus als die mensen er zijn, zeg ik ze, doen jullie wat? Dus omdat ze iets moesten doen, zijn we een heleboel andere dingen gaan doen. We waren laatst met vaderdag bij die inheemse 100 mannen. We gaan een vakantieschool draaien. We hebben huiswerkbegeleiding. We hebben creatieve vorming. We gaan naar scholen om kinderen te trainen. Omdat je ziet dat de noodzaak er is. Dus Rumas is multi-inzetbaar. Ja, dus we zijn heel erg blij. We hebben de president ook gevraagd naar ons perceel. In 2016 zijn we bezig met de perceel, want dit is mijn huis. Dus je doet alles thuis? Nou, we hebben nog 2 panden gehuurd in de omgeving. Maar de president gaat zich hard maken dat we ons perceel krijgen. Okay. Zodat we een multifunctioneel centrum kunnen opzetten. Je bent verplicht voor dit soort jongens een soort internaat ding, een huisjes te gaan bouwen. Maar dat gaan we op Cola Creek doen, dat weten jullie misschien. Op Cola Creek heeft iemand ons een groot perceel gegeven. Wow.
En daar gaan we ons trainingscentrum opzetten. We zijn al begonnen. Het is al geëgaliseerd. En ook dat, we hopen dat de regering of een ander bedrijf ons het geld geeft. Om Cola Creek noemen we het, het Cola Creek project. Om daar een trainingscentrum op te zetten. Jullie zijn niet zelfvoorzienend, hè? Jullie moeten het krijgen van buiten. Tot vanmorgen, tot nu toe waar ik hier sta, wachten we op jou. Wachten we op mensen die ons een donatie geven. Maar ik werd ontroerd zo even, omdat ik het gevoel had, einde biggie. Mooi wie biggie hier is. 13 jaar lang, je gaat schrijven, je denkt zo mooi, je wat money. En het is vermoeiend, want ik zei aan die mensen, ik word straks 70. Alle de jaren met biggie, maar gisteren, het licht gaat niet volledig schijnen voor Ruma's. Dat we op de begroting van de staat komen, dat ammonie kan vloeien, zodat we kan doen aan roko, sagado, karmif, doen in zijn naam. Ja, maar heeft u daarover gesproken met de president, dat Ruma's op de begroting komt? Ja. Wat zegt hij? Hij gaat kijken bij welke ministerie hij ons zal onderbrengen. We hebben hem uitgelegd dat we 3 panden hebben. Is wel zeggen 3 maal elektriciteit, 3 maal water, 3 maal internet. Boy, het kost ons heel veel. Dus, we krijgen dus dan subsidie als het zover is? We gaan kijken, we weten niet in welke vorm we dat gaan krijgen. Maar het is ons ook beloofd. Omdat we met moeite alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Dus ja. We zijn ermee bezig. Hoe reageren de jongens hierop? Heel blij. Eigenlijk, kijk, wij zijn de enige organisatie, denk ik. Die jongens betalen om op school te komen. Mm-hmm. Ja. Jullie stimuleren ze? We stimuleren ze omdat we weten een drop-out, die staat op ook van de straat. Ja. Nou, je kan les den boy, toch? En nu hebben we een systeem gevonden, we gaan het op de Oekunoor. Voor het volgende, we gaan het op de Oekugeluku. Want je moet ze overtuigen dat ze een andere keuze moeten maken. En wanneer ze komen, moet je ze ook kunnen zeggen, luister nou. Die busmoney regel, hij is op het moment busmoney, naar 50 geloven bij de boy. Alleen voor bus. Neem je hem aan toe, bereid of niet. Neem je hem aan het kiezen voor thee of soft. Dus we eisen van elke donateur. Doe nou money zodanig dat de boy moet gaan appreciëren. De man op kan denken van de konjassen. Wij zorgen voor discipline, respect. Maar het geld moet van ergens komen. Inderdaad. Wat zeg je tot slot? Dat ik blij ben. En God dankbaar ben dat we tot hiertoe, dat hij ons tot hiertoe geleid heeft. En dat we onze toekomst zien. De man dat, if je ziet in de toekomst, dat je bent bang. Dus we zien dat ook gevaarlijk. We zien dat we op Cola Creek iets hebben. We zien dat we aan de ringweg iets hebben, want dat hebben we al lang gevraagd. We zien ons Ruma's uitbreiden. Omdat we geloven dat ook het toem zit er aan het volk. En wens moest komen, dus weet dat alles maar grandtang is aan je Ruma's. En weet actie alles maar je biggie, want Ruma's werkt voor de onbegrepen jeugd. De boy, zeg maar pas strafhozen, de boy ze hangen naar tapoeken voor straat. Als we die jongens kunnen krijgen, gaat Suriname beter worden toch? Dan afbroken we idee. We doen haar support en wij doen het werk. Super hoor, dankjewel. Dankjewel. Mooi, en zo hebben we gesproken met de directeur van Ruma's, dat is mevrouw Hart. Die zo'n beetje duidelijk heeft verteld wat er allemaal gebeurt. Kom maar. En hier hebben we een jongeman die dus dan... Je bent van Ruma's. Ja, Emmanuel Saint-Lucien. Ja, hoe lang ben je al van Ruma's? Ik ben al, ja. Ik ook. Je weet niet precies. Negen maanden. 9 maanden, bijna een jaar dus. Jawel. En wat vind je van dit alles? Ik vind het prachtig. Dat is dat Petronas. Ons hebben ondersteund met die machines en zo. Weet je te werken met die machines? Zo, om eerlijk te zijn, nog geen. Hoe moet ik het zeggen? Je weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik heb nog geen. Maar je wilt het wel leren dus. Jawel, alles is om te leren. Voel je prettig bij Ruma's? Helemaal. Echt waar? Ja man. Maar hard niet, weet je? Nee. Nou was je shit, man. Oké, thanks hè. Yes, thank you. En dat hebben we dus dan gedaan. We hebben gesproken met ook een jongeman die bezig is hier bij Ruma's. Maar ook mama Hart en de directeur van Petronas. Ja, we gaan naar een andere locatie. Dat is DTV eenmaal. We vliegen van plaats naar plaats. En we zijn later weer in een ander interview. Ik bedank u voor het willen kijken. Ik ben Gerald Harderwijk, mede namens Damien Boerne en Roberto Omskerk.
Tot later. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.